Hij is daar ook bijna klaar. 98% gedaan. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, wie zit daar? Onze Rebecca. Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer dinsdag. En dan wel de 27e oktober. En we leven om 11 uur 27. Ik ben met Rijke al weg geweest. Ja, de kou valt wel mee, vind ik. Het is ook hier en daar een bui. Ik ben lekker droog overgekomen. Ja, het is nog droog. Dat er gaat niks aan het handje. Nee. Rebecca die zou op visite komen. Ik heb geen afbericht gehoord. Dus ik denk dat ze dan nog wel steeds komt. Dan komt er vanmiddag nog een werkman van de woningbouw. Ik geloof voor een latje die verrot is in mijn hal. Die moet vervangen worden. En voor de rest, ja, ik wil dat eindelijk eens een keer gaan opruimen. En of het er allemaal in kan, weet ik niet. Ik denk dat ik nou zelf te veel heb. Maar dat komt ook door die hele grote soeppan. Ja, daar komt het ook nog een keer door. Dus het lijkt meer dan het is. Maar die soeppan, ik denk dat die er niet in kan. Nee. Die moet met de hand afwassen. Maar ja, het is wel een opbergplaats. Daar kan ik een hoop in om, hè. Maar in ieder geval, ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, we gaan er vrolijk weer mee door. Ik zit nog wel natuurlijk met wat verdriet vanwege Eeuwin. Maar ja, ik heb ook nog steeds verdriet van Frodo en van mijn mannetje. Dat is toch logisch, dat hou je. Ja, je leeft verder, maar je bent degene nog wel steeds wat verdriet. En dat blijft ook voorlopig weer. Hé, grote meid, wat kom je doen? Wat kom jij doen? Hé? Wat moet je dan? Nou ja. Nou, ik kan of die hak naar de hal toe gedaan met zijn eten. Maar ik zou hem net nog wat lekkers geven en hij is vertrokken naar boven. Nou ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Hé? Malle meid. Hé, malle meid. Hé, joh. Je bent een molemeter. Nee, dat is voor vrouwtje. Ja, jij hebt daar staan. Brokjes, hè? Ja, dat is voor vrouwtje. Ik heb een broodje klaarstaan. Die ga ik zo meteen even nuttigen. En een bak koffie. Maar ja, ze denkt ook, ja, maar dat lust ik ook. Ik heb mijn vijf brokken. Dus ja, kleine meid. Maar oké, lieve vrienden, ik hoop dat jullie nog naar een kapper toe kunnen. Ik heb net mijn kapster geappt van, kan ik van de week nog een stoel bij krijgen? Want maar ja, daar moet ik dus nog antwoord op krijgen en anders bel ik ze zo meteen wel op. De kapsalon zelf, ja, maar dat komt wel goed. Ik had haar nou geappt en ja, ik wil een bepaald iemand aan mijn haar hebben en verder is niet. En dat is gewoon ook deze vriendin van me, Linda genaamd. Zo, hallo, halleluja. Er kon een hele gehaktbol in. Hé, hey. Joh, er kon een hele gehaktbol in. Zo gaapte ze. Ja, ja, het is ook wat, hè. Potverdikkie. Nou, gaan we lekker slapen dan. Gaan we naar de bank. Er ligt ook nog een doos die verder kapot kan maken. Ja. Dit is een boef. Hé, ja, Rijke Boefie. Rijke Boefie. Nee. Zij voelt dan dat er iemand komt ook, hoor. Dat is zo'n mooi gezicht. Maar oké, lieve vrienden, zonder gekheid. Ik ga even mijn broodje opeten. En ik zie jullie vandaag nog wel een paar keer.
Ook heb ik wat leuks. Ja, dat laat ik jullie eerst nog even zien. Dat moet ik even laten zien. Voorzichtig. Twee zwarte pieten. Ja, ook zwarte piet is bij mij welkom. Ja, dat komt mooi op het raam. Zeker, en dat zedelijk in. Plastic. En ja, ik heb nog een velletje extra gekregen, waarom weet ik niet. Maar in ieder geval, er kwamen denk ik twee velletjes uitrollen. En ja, dat zeil ik in. En zodra helemaal niet voorbij is, kan ik dit voor de raam plakken. Ja, en dan die onderstuk met grote letters erbij schrijven. Ook zwarte Piet is bij mij welkom. Ja. Geen andere. Nee, dit moeten we hebben. Zwarte Piet. Ja. Dus ja, dat gaan we mooi even doen allemaal. En dat komt allemaal voor elkaar. Ook schijnt het hier in Den Helder allemaal posters te hangen. Ik heb nog niks gezien, maar doet er niet toe. Posters te hangen van Zwarte Pieten. Met de tekst er inderdaad erbij. Ook Zwarte Piet is bij ons welkom. Nou ja, laat het hopen, hè. Ik wou ook Den Helder willen Grijze Piet. Nou, ja, het komt wel dichtbij zwart, weet je. Maar gekleurde pieten moet ik al helemaal niet. En roetveegpieten, wegwezen ermee, toch? Ja, gewoon onze eigen vertrouwde zwarte pieten. Zo, daar zijn we mee opgegroeid en dat is gewoon onze traditie. En wat die Sylvana wil, dat moet ze zelf weten. Moet je luisteren. Ze heeft vroeger zelf ook Zwarte Piet geweest, hè? Ja, en dat vergeet de dame. Nou, als ze moet niet hier op voor mijn neus komen te staan, want ik zal er eventjes, ik weet niet wat doen, woordelijk. Ja, dan zal ik het er eens eventjes in de neus wrijven. Van, die was zelf ook Zwarte Piet, de dame. Wie denkt ze dat ze is? God van Frankrijk of zo? Nou echt niet. Ze is niks niet minder dan jij en ik. Die hele Sylvana. Ja. Ik vond het eerst een hartstikke leuke, toffe vrouw. Maar nu? Nou, ik kan wel, ik weet niet wat doen. Ja, echt. Maar oké. Dat is een ander ding. Zo zijn er meerdere mensen die wel, ik weet niet wat kan doen. Maar je mag het niet doen. Maar je mag ze wel de waarheid vertellen waar het op neerkomt. Ja. Dan laat ze eerst maar eens een keer eventjes in de, met de hersenen in de verstand in de boeken gaan lezen van het verleden. Hoe Sinterklaas tot stand is gekomen en Zwarte Piet. Want het waren geen slavernij. Nee, het was helemaal geen slavernij. Het waren geen slaven. Knechten, die worden betaald, hè. Je hebt toch ook een boerenknecht? Dat is toch ook geen slaaf? Het is een boerenknecht, een boerenarbeider. Ja, hij doet zijn werk wel voor verdiensten, hoor. En vroeger, ja, je had dus niet zoveel. Nou ja, dan kreeg je kleding of weet ik veel wat, weet je. Maar je kreeg er wat voor jouw werk wat je deed. Nou ja, Sylvana, je bent maf. Ja, nog maffer dan dat ik ben. Weet je dat? Ik heb ook voor Zwarte Piet gespeeld, hoor. Echt. Nou, dat nemen ze mij niet meer af. Nee, dat was zo mooi, zo bijzonder, zo geweldig, zo leuk, zo fijn om dat te mogen doen. Ik zou geen roetveegpiet willen zijn. En, nee, en ook geen gekleurde piet en ook geen roetveegpiet. Nee, een zwarte piet. Ja, denk maar eens terug, Sylvana. Ja. Maar oké, okay, ik zou zeggen, ik ga toch nog sluiten, want anders praat ik straks over een uur nog en dat moet me niet. Want ik moet nog eten en ik moet daar nog aan de gang en ik heb de computer aan, dus ja. Ik heb nog een hoop te doen. Ook hang daar nog een tas mee met vouwgoed. Moet ik ook nog doen voor vrijdag, ja. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden, hoop ik. Mag ik hopen, het ligt er ook aan hoe mijn lichaam doet, want die doet nog niet zoals ik wil.
Zolang hij dat niet doet, kan ik dat sowieso al niet doen. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, het zonnetje schijnt. Dat hebben we weer in de pocket. Het is wel hier en daar bewolkt, maar ach, dat doet er niet toe. Nee, toch? Nou, ik zou zeggen, we spreken elkaar later weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb alweer heel wat gedaan, al zeg ik het zelf, want het is daar allemaal schoon. Enkel de koekenpan en de soeppan, die konden dus niet in de vaatwasser. Maar ook die is geloof ik alweer bijna klaar. Daar is het ook bijna klaar met renderen. Hij is daar ook bijna klaar. 98% gedaan. En dan kan ik hem zo meteen alweer naar EU toe brengen en inplannen. Enkel, ik loop een heel eind op achter. Want ik, dat is Halloween, dat krijgen jullie ook, precies op 31 oktober. Dan gaan we naar 1-1-1-1-1-november. Met de 8 oktober, want kijk, hier, ik wou hier wat anders voor jullie doen. Dat is dus de verrassing, ja, ja. Hij is klaar. Kan ik hem gereed doen. Gaan we daar naartoe. Dan gaan we de map vloggen. Nog een keer vloggen. Dan moet ik die daar naartoe doen. Dan moet ik die daar naartoe doen. En dan is het die kopiëren. Zo. Maar dan breng ik dat dus zo naar YouTube. Daar ligt Rijka. Die was bezig een doos te vernielen. Ook heb ik een man over de vloer, althans. Hij is weer even weg, want hij moest een nieuw latje zagen. Want ik krijg een nieuw latje bij mijn voordeur, want die is verrot. Rebecca die zal onderweg zijn, want die zei er net, nou ja, met een half uurtje ben ik bij je. Nou, dat half uurtje is ook bijna om. Dus ja, en ze wacht nou ook op de film, dus we wachten het gewoon allemaal af. Ik weet niet of ze de kinderen bij er heb, ja of de nee. En, maar ja, we wachten het gewoon allemaal af, hoe en wat. En die deur daar gaat zelf wel weer open. Het zei dat die man er binnen komt op Rebecca, dat weet ik ook niet. Maar dat merken we allemaal wel, ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik hou jullie op de hoogte. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, en zoals jullie zien, wie zit daar? Onze Rebecca. En wie heeft ze op schoot? Natuurlijk, Rijka. Ja, ja. En krijgt ze even nog een kusje van Rijka. Heerlijk, toch? Moet allemaal kunnen, of niet dan? Ja, hoor. Ja, hoor. Heerlijk. Dat is mijn telefoon. Dat gaat goed. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ze er is, zeker te weten. En in de hal zit er ook één, maar of die op de vlog wil, dat weet ik niet eens. Dat is de meneer die met een latje bezig is. Wou u ook op de vlog? Nee, dat dacht ik al. Rijka. Rijka. Ben je een mooi meisje? Ben je een mooi meisje? Jij? Oeh, wat hoor je allemaal. Allemaal rare geluiden, hè? Ja, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, we zien elkaar later weer. Doei, doei!